Welkom op de virtuele tour door de medicijnruimte in het UMC Utrecht. In de medicijnruimte worden onze geneesmiddelen opgeslagen en uitgezet en voorbereid om aan patiënten toegediend te worden. De virtuele tour toont wat de functie van de medicijnruimte is en wat het voorgeschreven beleid is voor iedereen die er werkt. Onze medicijnruimtes zijn afgesloten ruimtes die alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerd personeel. Alleen met een pas, een sleutel of een code kun je er binnenkomen. Hier liggen geneesmiddelen opgeslagen volgens de richtlijnen van de Geneesmiddelenwet en standaarden zoals bijvoorbeeld gesteld door de JCI. De temperatuur in de medicijnruimte en in de koelkast of vriezer wordt bewaakt om de opslagcondities te waarborgen. De medicijnruimte moet altijd opgeruimd en schoon zijn. Medicatie mag alleen op aangewezen plekken liggen. Er liggen nergens losse medicijnen. Dus geen medicijnen bewaren van patiënten die niet meer aanwezig zijn en geen overtollige voorraad plaatsen die niet in de medicijnkast past. Deze moet retour naar de apotheek. Plaats retourmedicatie in de retourbak. Bij de inrichting van de medicijnkast maken we gebruik van 6 categorieën. Orale medicatie, zoals tabletten, capsules en dranken. Parenteraal, dat zijn de injectievloeistoffen en de infuusvloeistoffen. Uitwendig en overig, zoals zalven, zetpillen, klisma's en inhalatievloeistoffen. Geneesmiddelen die in de koelkast of vriezer bewaard moeten worden. Geneesmiddelen die onder de opiumwet vallen. Daarnaast is er plek voor geneesmiddelen op patiëntnaam. Dit zijn geneesmiddelen die niet tot de standaard afdelingsvoorraad behoren en wel voorgeschreven zijn. Deze worden op patiëntnaam geleverd door de apotheek. Deze geneesmiddelen worden opgeslagen in de patiëntlades.